Schipper Schuitmaker, wat heeft u voor motor? Wij hebben een Kromhout M4, 320 toeren per minuut, 1 cilinder uit 1919. En hoeveel pk? 45 pk. En hoe is het de relatie daarmee? De relatie met de motor. Het is een motor die nogal wat nodig heeft om te starten. Dus je bent zo'n uur verder. Je moet druk opbouwen, je moet de groeikop voorgroeien, je moet allemaal punten olieën. En dan moet je maar hopen dat je op het juiste moment de luchtdruk op het vliegwiel zet. En bij de terugslag op het juiste moment diesel inspuit, omdat hij gaat draaien. En ook nog eens niet de verkeerde kant op, want dan draait hij kapot. Maar als hij draait, dan is hij heel betrouwbaar. En dan stopt hij ook echt niet meer. Als de vliegwiel helemaal gaat, dan blijft hij gaan. En hoe is het varen ermee? Nou, het varen is... als hij helemaal draait, dan gaat hij. En ja, dan is het wel fantastisch om een tochtje mee te maken. Maar we doen het niet zo vaak. Het is nogal bewerkelijk en hij is natuurlijk 100 jaar oud. Dus er spuit aan alle kanten toch wat water of olie of... dat soort dingen uit. Dus het is een beetje een chaos als je hem gedraaid hebt. Dus het is niet iets wat ik op vrijdag denk, nou, ik start even de motor en ik vaar een rondje. Ik begrijp dat je boegschroef meer vermogen heeft. Ja, nou, de boegschroef heeft 156 pk. Een beduidend nieuwere motor. Maar ja, grappig genoeg, bij het uitvaren toen we naar de werf gingen, toen knalde ik met een strak oostenwindje bijna op een buurman omdat de boegschroef uitviel. Terwijl de Kromhout, ja, die bleef gaan. Reserveonderdelen. Zijn die nog overal te koop? Nou, ik denk niet dat er ergens nog reserveonderdelen te krijgen zijn. Maar het Kromhout Museum heeft ons wel geholpen. Of eigenlijk de vorige eigenaar met een afblaaskraan. Dus de afblaaskraan die erop zit is niet meer origineel. De rest voor zover wij weten wel. Maar ja, dat is natuurlijk een hoop gebeurd in 100 jaar. Maar die afblaaskraan die is van een sleepboot. Die was gezonken in de Tweede Wereldoorlog in de Rotterdamse haven. En die heeft het Kromhout Museum geschonken om de motor draaiende te kunnen houden. Vertel iets over het schip zelf.
Wat weet u ervan? Nou, het schip is een sleepspits, dus standaard formaat voor de kanalen in België en Noord-Frankrijk. Het is uit 1910, dus de eerste schipper heeft het goed gedaan. Dus die had na 9 jaar had hij genoeg geld om een motor te kopen. Tot die tijd werd hij voortgetrokken door sleepboten of paarden misschien wel, dat weet ik eigenlijk niet. Zijn vrouw? Het is onwaarschijnlijk dat hij het schip vooruit kreeg, maar in ieder geval verdiende hij genoeg geld om een motor in te bouwen. En ook daarna heeft hij het goed gedaan. Dus toen het schip opgeleverd werd, had het nog geen sturen bijvoorbeeld. Dus de schipper liep met een enorm lange helmstok heen en weer om het roer te bedienen. En in de jaren 30 was er genoeg geld voor een mooie stuurhut en ook het mooie verblijf waar we nu zitten. De schipperswoning is uit die tijd. En daarna is het vooral bewaard gebleven. En dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Welke naam heeft het schip gedragen? Het schip is van de werf gekomen als de Touche Minot. En dat is, hoe zeg je? Ja, Touche. T-O-U-C-H-E. Dus dat is waarschijnlijk een spelfout. Bewust of onbewust, dat weet ik niet. Misschien was het bedoeld als grap, misschien ook niet. Maar zo heeft hij heel lang geheten. En pas later is hij de Sint-Antoine gaan heten. En toen hebben nog een broederschap heeft nog in de jaren 90 de KL Ledegank met CK als naam gegeven. En toen is hij weer teruggegaan naar de Sint-Antoine. Oh ja, en hij heeft ook nog de Julien geheten, ergens in de jaren 20. Dus verschillende eigenaren hebben verschillende namen gegeven. En ja, wij houden het op Sint-Antoine, dat is de meest gebruikte naam. En het heeft natuurlijk ook nog een tijdje Bar Dancing het Gouden Anker geheten. Lag hij in Eeklo in België, vlakbij Gent. En toen is hij 20 jaar lang elke zaterdag en vrijdag gebruikt als Bar Dancing. Ja, het ruim dan. En de motorruimte is dus gespaard gebleven. Daar is niemand gekomen, denk ik. Ik begrijp echter dat u meer een zeiler dan een motorschipper bent. Ja, ik zeil sinds mijn vierde. En ik heb over de Noordzee gezeild. Zeil heel veel in Nederland. Wilde op een gegeven moment de oceaan overzeilen. Het is niet gelukt omdat ik een kind kreeg. Maar ik ben eigenlijk meer een zeiler. En als ik hier op vrijdag denk ik wil wat leuks met een boot, dan pak ik ook mijn zeilboot. Dan ga ik de hoek om en dan hijs ik het zeil en dan doe ik de motor uit. En dan kan ik met een biertje ontspannen. En dat kan niet op dit schip, want de motor is veel werk, het maakt veel herrie. En het schip zelf is als een sleepspits zonder lading eigenlijk best wel moeilijk te controleren. En ik zie ons eigenlijk heel erg als bewaarders van de museale motor. Dus dit is een museumschip. En die motor en de schipperswoning waar we in zitten, het roefje, dat zijn gewoon museumstukken die we graag willen bewaren voor de toekomst. Net zoals vorige eigenaren dat ook gedaan hebben.